Ja, de jaren tachtig, die zijn voor mij bijna synoniem met een aantal radioprogramma's, want ja, ik werkte vanaf 1 januari 1980 al bij BRT2, en ik zit hier nog altijd, stel je voor. Maar bon, de jaren tachtig, eh, en dan vooral het programma Funky Town, was toch wel heel bijzonder, omdat dat redelijk vernieuwend was, in die zin dat we dus vier uur aan één stuk door hetzelfde soort muziek speelden, zwarte muziek, dansmuziek, soul, funk, eh, discomuziek, dus dat was eh, toen redelijk uniek. En we hadden ook eh, vijven... Doen. De eerste grote mega-vijven werden georganiseerd uh, via de BRT-radio in, in grote zalen. In uh, mega-dancings, de allereerste, de Manhattan in Leuven onder andere. En in de casinocursalen aan de kust in de zomer, daar zaten we ook. En we hadden ooit eens op een, uh, een mooie zomeravond, letterlijk dan, uh, in Oostende Chardet te gast in, uh, in het programma. Dat was haar eerste live-optreden buiten Groot-Brittannië. Dat was ook makkelijk, ze moest maar de overzetboot nemen van Dover naar Oostende. En dan kon ze bij wijze van spreken te voet van aan het station naar het casino Cursaal van Oostende komen. En uh, ja, wij waren redelijk onder de indruk. Ik moet eigenlijk zeggen, ik was redelijk onder de indruk. Uiteraard in eerste instantie van haar muziek, nog altijd trouwens. Maar toch ook wel van de redelijk uh, mooie en elegante verschijning van uh, Chardé. Ik zal het maar toegeven, ik ben al van in de jaren 80 verliefd op Chardet. Uh, pardon, op haar muziek natuurlijk.